Goedemorgen, het is een bijzondere dag vandaag. Er is namelijk iemand gesneuveld bij GOT, ons koffie- en theehuisje. Ja, het is triestig. Het gaat over Ben, een 10-jarige spring in het veld. En hij hing hier zo graag, hè, aan onze muur. Maar is er afgevallen. Hij is in 2 stukken gesneuveld. Ben, we zullen je missen. Maar we gaan je proberen te lijmen. En misschien kan je dan toch weer terug aan je haakje hangen hier. In onze mooie vlindermuur bij ons koffie- en theehuisje. In het dorpje Lille. Dat is vlakbij Bobbejaanland. Dus als je ooit eens van plan bent om naar Bobbejaanland te gaan. Dat is een tof pretpark met een paar leuke attracties. Komt een leuke achtbaan aan. Wel, spring dan ook eens binnen bij ons. Dus echt vlakbij. GOT heet het. We hebben ook een website, got.be. Telefoonnummer, je kan komen reserveren. En momenteel zijn we leeg. Ik weet natuurlijk niet hoe dat is op het moment dat jij het filmpje bekijkt, maar nu op dit moment zijn we leeg. We hebben net een drukke, semi-drukke ochtend gehad. Dat niet vol zet, maar we hebben in ieder geval heel veel mensen een ontbijtje kunnen geven. Dat is Jolien. En ja, dat is een beetje een deel van ons leven. Het andere deel van ons leven proberen we vooral te genieten. En bezoeken we graag in onze vrije tijd pretparken, waterparken, die dingen. En als ik er zo bij nadenk, dan hebben we dat eigenlijk al lang niet meer gedaan. Maar we gaan ook graag op reis. Citytrips, dat doen we ook graag. We zijn onlangs nog naar Marseille geweest. Dat was heel erg fijn. En er komen weer een paar leuke dingen aan, kan ik vertellen. Nu, maandag... Niets verraden. De komende dagen gaan we bijvoorbeeld... Oh, ik had het nog niet zeggen. Ik had het nog niet zeggen. Nee. Inderdaad. Ik heb net verteld over de gesneuvelde Ben hier in onze zaak. 10 jaar, springen in het veld. Maar helaas, overleden en gevallen en gebroken. Ja, we moeten mijn kan wel even lijmen. Ja, het is triestig. Een seconde lijmen voor je. Heb je ook al verteld dat nieuw bordje? Nee, dat heb ik nog niet verteld. We hebben hier een spreukenmuur, zullen we het maar noemen. We hebben een vlindermuur, we hebben een spreukenmuur. Allee, we zien het allemaal zo serieus niet hoor, maar het is wel grappig. En dit bordje is nieuw. Sometimes having coffee with your best friend is all the therapy you need. Ja. En sommige mensen vinden dit bordje dan weer leuker. Drink coffee, do stupid things faster with more energy. Waarom ga je niet eens zo snel gaan lopen en weglopen? Oké, de kaarten. Het is mooi weer, dus de klanten die gaan naar het terras. Het is mooi weer. Het is terrasjes weer. Leuk. Dan zet ik de muziek een beetje luider. En we kunnen er weer aan beginnen. 2 koffietjes. Weet ik nog niet. Ja, ik zal er alvast al eentje zetten. Waar is dat cappuccino bij die mensen? Als ze geen koffie willen, dan drink ik hem zelf op. We hebben trouwens Nespresso koffie. Dat is toch wel wat mij betreft de beste koffie die je ter wereld kan krijgen. Dat is waar, hè? Dat is waar. Welke is jouw favoriete koffie? Ook Nespresso koffie. Maar ik bedoel, vorm van koffie. Een gewone koffie, een espresso, een latte macchiato. Is dat jouw favoriet? Ja. Trouwens, er was straks ook een grappig moment. Er was straks een leerkracht van mij van 13 jaar geleden. Hebben die mensen het laatst gezien. Mooi. En zat hier bij ons op ons terras en die herkende mij gewoon. Zeg maar, die zegt 13 jaar geleden. Zeker 13 is niet waar. Je bent 30, hè? Ja, ik was 17 toen ik, 13 jaar geleden, heeft hij mij het laatst gezien. Dus toch herkende hij mij nog. En ja, die eerste grote zonnebril druk, dus ik herkende hem dan toen niet echt direct. Dus dat hij zonnebril afdeed, herkende ik hem. Ik was vroeger nog mijn leerkracht Frans geweest. Dus dat is wel grappig dat hij dan even hier langs kwam bij GMT. Heb je leuke herinneringen aan de Franse les? Ja, toch wel. Ja, ik moet wel zeggen, ik niet. Ik gebruik mijn Frans niet zo heel veel, maar ik vond het wel altijd een vrij leuk vak. En het was ook nog wel een toffe leerkracht. Ik babbelde wel graag een beetje, dus ik babbel ook graag, dus allee, prima. Dat is heel goed voor jou. Mijn leerkracht Frans zal waarschijnlijk nooit op bezoek komen, want ik was echt een, moet ik het zeggen, een Frans hater of zoiets. Ik haatte het. Ik kon het niet zo goed, moet ik eerlijk toegeven. En als je het niet goed kan, dan is dat ook normaal dat je niet goed overeenkomt met de persoon die het lesgeeft, want die vindt dat natuurlijk moeilijk om jou bij te benen. Het zou niet mogen natuurlijk, hè. Maar alle Franse leerkrachten die ik heb gehad,
die waren altijd radicaal tegen mij. En dan vice versa natuurlijk. Hè. Wat moet ik maken? Een cappuccino en een koffie, de pannenkoek ga ik maken. Aha. Dat is ons koffiebordje, een koffietje, een melkje, een suikertje en we doen er altijd een zoetigheidje bij. Deze keer is het vanillepudding, denk ik, met een topping van kersjes of zoiets. Of toch, toch iets lekkers rond. Het ziet het. Jorien die maakt dat en dat is altijd leuk om er wat bij te geven. Hè. Soms doen we ook eens soesjes of broodpudding. Vanillevla hebben we ook wel eens gemaakt, rijstpap. Als we iets in ons gedachten hebben, dan maken we het voor bij de koffie. Dat is wel leuk, hè? Altijd een verrassing. We hebben intussen toch al wel een hele drukke dag al achter de rug, maar het is nog bezig. Hè? Het is nu 3:20, dus de zaak is nog zo'n kleine 2 uur en een half open. Jorien is aan het afwassen. Ik heb net een goede daad gedaan, want onze vlinder, die helaas het loodje had gelegd, die is teruggeheel. Je ziet het misschien nog wel. In ieder geval, ik heb hem gelijmd. Nu is hij aan het drogen, dus straks komt dat goed. Nu gaan we even naar boven, want ik heb nog een deurklink vast te zetten. Ik onze deurklink van de badkamer. Als ik hard trek, dan heb ik ze in mijn handen. Ik ben nu op zoek gegaan naar de reden daarvan. En dat is de schroefjes zijn eruit. Op de een of andere manier zijn die eruit gegaan. Ik weet ook niet waarom, of misschien heb die er nooit in gezeten. En komt die nu pas los. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat dat vast blijft zitten, natuurlijk. Dus ik ga ze nu vastschroeven. Of toch in ieder geval proberen. Kijken of het lukt. Dat doet goed als je zo'n klusje hebt volbracht. Hey. Jeno is tegenwoordig toch echt wel een handyman geworden. Hè? Kijk, het werkt weer, dus we kunnen onze badkamerdeur terug opnieuw sluiten. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Het is dus intussen tijd 4:30. Het is nu ietsje rustiger bij Gioti. Ja, rustiger is eigenlijk wel. We hebben gewoon nu de drinkers op ons terras. Dus mensen die aan het drinken zijn, maar niet echt zozeer. En momenteel lunchers niet meer ofzo. Dat is eigenlijk allemaal al wat gepasseerd. En ik zei dus tegen hem van, kijk, hou jij het eventjes beneden open. Als er iets is, bus je maar eventjes, want we hebben zo een belsysteem. Als je dan naar beneden op drukt, dan gaat het boven in onze woonkamer zo bzz, 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 doen hier aan onze parlofoon. Dat is een heel erg handig systeem trouwens. Weet ik ook van, oei, ik moet terug opnieuw beneden helpen met iets ofzo. En terwijl kan ik nu eventjes boven onze strijk doen. Ik vind strijken niet zo heel erg leuk. Het is ook niet heel veel, dus valt wel eigenlijk mee deze keer. Dus ja, we gaan er gewoon aan beginnen en dan ben ik er zo vlug mogelijk ook weer terug vanaf. Jullie hebben zo net 15 minuten uit mijn leven gezien waar ik iets doe wat ik eigenlijk niet zo heel graag doe. Maar kijk, in een kwartiertje tijd zit het er weer op. Het viel dus best wel mee. Maar het viel mij vandaag op. Mega veel dingen van Jeno dat er gewoon in een strijk waren. En mij waren er maar 2 t-shirten.
eigenlijk, ja, je ziet er hier drie, maar deze tijgerprint t-shirt, die moet ik nooit eigenlijk strijken, dat is gewoon opvouwen. En van Jeno is het echt, oeh, wat. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirten maar liefst. En dan was er ook nog eens een hemd en ik haat echt waar hemden strijken. Poef. Dus even een duimpje omhoog als je ook niet zo echt houdt van strijken zoals ik. Dus echt niet fijn. Maar ja, het hoort er wel bij om, ja, om toch wel deftig gekleed rond te lopen. Het is 7:15 en dat wil zeggen dat Geotie ons koffie en ons theeasje gesloten is. Ik heb eventjes ook nog een kleding switch gedaan. Ik heb me eventjes een jurkje aangedaan. We gaan dadelijk gaan eten bij mijn mama thuis. En dan ben ik nog een beetje aan het twijfelen, maar er is ook nog een avondmarkt vlakbij hun huis. Dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag doen, maar ik heb gewoon geen energie. Ik ben gewoon stikkapot. Maar ik heb maar 7000 stappen gewandeld vandaag en ik wil toch graag mijn 10.000 stappen halen. Dus dat is toch wel misschien een beetje een reden om toch eventjes nog wat buiten te gaan. Het is ook echt wel warm, dus wel lekker weer eigenlijk. Dus daarom ook een jurkje trouwens. Maar ook nog het café aan de overkant van ons huis. Die viert vandaag ook nog een heropening. Dus daar zouden we eigenlijk ook nog een keer eventjes naartoe moeten gaan. Dus eigenlijk nog 3 dingen op onze planning. Eten, de avondmarkt en de opening van het café. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver dat we gaan geraken. Maar ja, het zal wel goed komen. Nu eerst aan mijn mama. Het is markt in het dorp van de mama van Julien. Mijn mama die heeft helemaal eigenlijk niet een dorp. Hè? Nee, het dorp waar ze woont, hè, dat bedoel ik. Er zijn 2 dorpen ernaast. Oké, okay, ja, maar goed, ja, het zijn allemaal dorpen uiteindelijk al wel samen. Gehuchten. Ja. Er staat ook een kermis, een schietkraan. Daar een draaimolen in de achtergrond. En hier zo het Lunapark. Ken je dat? Dat zijn centjes. Ik ben ooit eens heel zwaar verslaafd daar geweest als kind. Dat vertel je elke keer als ze ergens op een kermis zijn. Leuk, maar als je morgen vroeg weer vroeg uit de veren moet, dan is het ook weer maar een kort bezoekje waard. Hè. Ja. Het wordt ook wel langer licht, dus het lijkt nog alsof het nog vroeg is, maar het is volgens mij al 10:00 of zo. Hè. 3 minuutjes voor 10:00, dat is voilà, voilà. We hebben ook nog een andere afspraak, we moeten ook nog bij de heropening zijn van een café recht tegenover onze deur. Allee, we moeten daar niet aanwezig zijn, maar vind dat wel belangrijk natuurlijk om daar even onze kop te laten zien. We kennen die mensen ook wel uiteindelijk. En ik heb ook nog iets leuks gekocht voor een geotie te zetten. Het staat op lach en de wereld lacht terug. Duimpjes omhoog en heel graag tot morgen! Vergeet je niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Hoe vaak hebben we dat nu al niet gezegd? Heel vaak! Tot wanneer je het doet. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.